Mark Jan, wij spraken elkaar afgelopen weekend. En toen zei jij, we zijn nog op zoek naar aanvallende versterking. Die heb je nu gevonden? Ja, dat zat uh, uiteraard al wel uh, in de pijplijn op dat moment. Maar goed, uh, toen kon ik er nog niet uh, heel erg veel over zeggen. En uh, nou, het de laatste dag is snel gegaan. En uh, ja, we hebben al uiteindelijk uh, een akkoord bereikt met, uh, met Bieleveld. over de transfer van uh, Florian Kruger. En ook met uh, Florian en zijn uh, agenten. Dus uh, ja, we zijn heel blij dat hij hier is. Wat voor speler is Florian? Florian is een, uh, een heel dynamische speler, uh, eigenlijk wel een beetje een typische Duitse speler als ik het zo mag zeggen. Keihard werken, uh, veel intensiteit, uh, behoorlijk snel, uh, uh, geeft veel uh, energie en uh, dynamiek denk ik aan een, aan een team. En uh, ja, hij kan gewoon goed afwerken dus uh, uh, ik ken hem ook al heel erg lang en Frank Wormoet kent hem ook al heel erg lang. We kennen hem uit de jeugd van Schalke zelfs al. Daar was hij spits in een 4-3-3-systeem en uh, ja, de absolute topscorer. En, uh, ja, toen wilden we hem eigenlijk al heel graag uh, naar Nederland halen. Destijds zaten Frank en ik bij Heracles. Uh, nu, uiteindelijk, uh, vier, uh, vijf jaar later is het, uh, is het uh, gelukt. Waarom wilde je graag ja, een speler van dit kaliber toevoegen aan je selectie? Uh, nou, om ons ook uh, extra mogelijkheden te geven uh, voorin. Uh, extra scorend vermogen, want we denken dat uh, Florian uh, uh, ja, goals kan maken en kan scoren. Uh, nou ja, en, en, en Wij willen natuurlijk ook naar de toekomst kijken. En, ja, we weten natuurlijk, uh, met bijvoorbeeld uh, de situatie van Jurgen... Uh, Strand Lassen, dat, dat ja, als hij uh, uh, deze window uh, niet gaat, hè, want hopelijk kunnen we hem deze window nog, uh, nog bij FC Groningen houden, uh, ja, dan zal hij misschien in de volgende transferwindow of in die window daarna zal hij vertrekken. Ja, dan is het wel fijn als je dan een extra aanvaller erbij hebt, die eventueel uh, misschien in de toekomst ooit wel die rol in zou kunnen vullen. En ja, het mooie van Florian is dat, dat ik denk dat ze ook uitstekend uh, met elkaar zouden kunnen spelen. Hij kan ook op meerdere posities spelen, vertelde hij zelf, klopt dat? Ja, hij heeft uh, uh, de laatste jaren in, in de tweede Bundesliga. Heeft hij heel veel, uh, en ook in de Bundesliga met Bieleveld veel in een tweespitsensysteem gespeeld. Dus als een van de twee spitsen. Hij heeft ook wel regelmatig vanaf de uh, schaduwspitspositie, dus de nummer 10 positie heeft hij gespeeld. Hij heeft ook wel regelmatig vanaf links of rechts gespeeld. Dus ja, wat dat betreft is het een, een, een multifunctionele aanvaller. Uh, waarbij zijn kracht vind ik wel vooral in zijn dynamiek, zijn licht en zijn power en uh, in zijn scorend vermogen.